Waar houdt de geest op en begint de rest van de wereld? Als we uitgaan van het materialisme, zullen de meeste mensen wellicht antwoorden dat de geest ophoudt daar waar het brein ophoudt, of toch minstens daar waar het lichaam ophoudt. De filosofen Andy Clark en David Chalmers menen echter dat als aan bepaalde eisen voldaan wordt, zaken die buiten het lichaam vallen, zoals informatie in een mobiele telefoon, tot de geest gerekend dienen te worden. De geest kan dus uitgebreid worden met deze zaken. Als je je dit nog nooit hebt afgevraagd en je direct de intuïtie hebt dat dit een vreemd idee is, dan is het interessant je af te vragen waarom je die intuïtie hebt en wat er dan eventueel mis zou zijn met het idee van een uitgebreide geest. Om te kunnen beoordelen wat er mogelijk mis mee is, moet je wel eerst weten wat de eisen zijn waaronder we iets buiten het lichaam tot de geest kunnen rekenen. En misschien kom je dan wel tot de conclusie dat het idee zo gek nog niet is. De eerste en belangrijkste van deze eisen is het pariteitsprincipe. Sommige externe processen zouden we tot de geest rekenen als die in het hoofd gedaan zouden worden. Als je mij je telefoonnummer vertelt en ik onthoud dat, dan zeggen we dat ik mij herinner wat jouw telefoonnummer is. Je telefoonnummer zit dan dus in mijn geest. Maar wat als ik het in mijn mobiele telefoon opsla? Dan kunnen we die informatie volgens Clark en Chalmers ook tot de geest rekenen, omdat het onder andere aan het pariteitsprincipe voldoet. Dit pariteitsprincipe is echter te zwak omdat het de geest zodanig uitbreidt dat we er dan zoveel toe moeten rekenen dat vrijwel de gehele wereld tot de geest gaat behoren. Als ik een oude encyclopedie in mijn schuur heb liggen, dan zou alles wat daarin staat tot mijn geest gerekend kunnen worden, omdat als ik alle informatie die in die encyclopedie staat in mijn hoofd zou hebben, het pariteitsprincipe zegt, dat het tot mijn geest gerekend zou kunnen worden. Maar die informatie heb ik niet bij me, in tegenstelling tot de informatie die daadwerkelijk in mijn hoofd zit. Er is dus nog een aantal andere eisen nodig, waaraan ook voldaan moet worden. Datgene waar we de geest mee uitbreiden, moet ook gewoonlijk gebruikt worden, als betrouwbaar beschouwd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn. We kunnen eenvoudig zien dat de telefoonnummer in mijn mobiele telefoon aan deze eisen voldoet. Normaal gesproken, als je tegenwoordig iemand die je kent belt, dan zal je dat doen met de mobiele telefoon waar het nummer in opgeslagen is. Iedereen neemt tegenwoordig zijn mobiele telefoon overal mee naartoe en er is ook overal bereik. Aan de tweede eis is dus ook voldaan. Als ik jou zou willen bellen, dan is mijn telefoon voorhanden. En ik ben er ook zeker van dat ik het juiste telefoonnummer heb. De telefoon vergist zich daar niet in. Ik ga er dus vanuit dat het nummer klopt. Aan de derde eis is dus ook voldaan. Een mobiele telefoon is tenslotte gemakkelijk te gebruiken, waardoor ook aan de laatste eis is voldaan en we dus moeten concluderen dat voor de mensen die hun mobiele telefoon altijd bij zich hebben, de telefoonnummers in het geheugen daarvan tot de uitgebreide geest van die mensen behoren. Maar waar houdt deze uitbreiding van de geest op? Met de meeste mobiele telefoons kan je tegenwoordig ook overal het internet op. Stel nu dat je naar het Rijksmuseum in Amsterdam wilt en dat je daar nog nooit geweest bent. Dan maak je gebruik van Google Maps om te kijken waar het museum is. Het blijkt dat het adres Museumstraat 1 is. Kunnen we nu zeggen dat je dit wist? Het voldoet aan de eisen van de uitgebreide geest. Als je deze informatie in je hoofd had zitten, dan zouden we zeggen dat je inderdaad wist waar het Rijksmuseum zat. Dus aan het pariteitsprincipe is voldaan. Google Maps is wat we tegenwoordig gewoonlijk gebruiken als we een adres op willen zoeken en we beschouwen de informatie die Google Maps levert ook als betrouwbaar. Aan de eisen 2 en 3 is dus ook voldaan. Google Maps is bovendien zeer gebruiksvriendelijk, zodat we kunnen concluderen dat aan de laatste eis voldaan is en we Google Maps dus tot de uitgebreide geest dienen te rekenen. Maar als Google Maps tot jouw uitgebreide geest behoort, dan ken je dus ook het adres van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. En dat van de Museum of Modern Art in New York. Dat vind je misschien te ver gaan, maar als je dit te ver vindt gaan, kan je dan uitleggen waarom Google Maps niet tot de geest gerekend mag worden? Waar zit de fout in de eisen of de argumentatie?